Een vriendin van mij die drinkt dus geen melk. En ik was wel benieuwd wat voor melkvervangers ik voor haar zou kunnen kopen. Zuivel is een belangrijke bron van eiwit, calcium en vitamine B12. Daarnaast maakt het drinken van zuivel en specifiek melk de kans op darmkanker kleiner. Maar sommige mensen kunnen geen zuivel eten of moeten daarmee oppassen. Anderen willen vanwege bijvoorbeeld dierenwelzijn of milieu geen zuivel gebruiken. Want na vlees heeft zuivel de grootste bijdrage aan de CO2-uitstoot in ons eetpatroon. Voor hen zijn er plantaardige eiwitdranken waar voldoende eiwit in zit en voldoende calcium en vitamine B12 aan toegevoegd zijn. Ik ben nog wel benieuwd of het dan verschilt in voedingswaarde. Ja, dat is er. Als je een complete melkvervanger wilt, is sojadrink de beste optie. Andere plantaardige dranken zoals amandeldrink en haverdrink bevatten weinig eiwit. En er is niet altijd vitamine B12 of calcium aan toegevoegd. En vaak zit er ook wel veel suiker en zout in. Daardoor zijn dat geen complete melkvervangers. Wil je meer weten over melkvervangers? Klik dan op de link in de beschrijving.